Sportcentrum West. Ik krijg een rondleiding van de beste badmeester van heel Nederland. Kan u wat erover vertellen? Ik heb zwemles moeten geven in een andere stad, in Amsterdam, naast Amsterdam. En daar moest ik zwemles geven aan kinderen die ik niet kende en ik kreeg opeens een opdracht. En daar had je een aantal zwemonderwijzers die dat precies hetzelfde hadden en uiteindelijk ben ik het beste uitgekozen. Nou, zoals je ziet hebben wij hier een peuterbad. We hebben een recreatiebad. We hebben een bubbelbad. We hebben een glijbaan. En we hebben een wisselrijbad. En het wisselrijbad is het grootste en diepste bad van het hele zwembad. Een recreatiebad, dat houdt in dat mensen recreatief willen zwemmen, dus willen ontspannen. Een wisselrijbad is meestal voor mensen die willen zwemmen. En een recreatiebad is voor meestal mensen die willen ontspannen. Dus rustig aan willen doen, of willen genieten van de massage of van de bubbelbad. Dat is een recreatiebad. Hoeveel mensen komen hier ongeveer per dag? Nou, door de week hou me op een 600 mensen per dag. En in de weekend? En in het weekend 300, 400. Nu, waar we nu zijn is een machinekamer. En deze ruimte is de zout-elektrische ruimte. En wat doet deze machine eigenlijk? Die regelt ervoor dat er genoeg zout in het water komt of chloor. Wanneer hier iets fout gaat, gaat in het zwembad ook wat fout. En wat kan er fout gaan in het zwembad? Als het hier niet goed werkt, kan er in het zwembad te veel chloor zijn of te veel zout, waardoor mensen last van hun ogen krijgen en dat soort dingen. Dus dit regelt ervoor dat alles netjes wordt verzorgd naar het zwembad. Dit zijn de displaytjes en die controleert of er voldoende chloor of zuur naar het zwembad gaat. Dan hebben we hier, als je weer ziet, wedstrijdbad, een recreatiebad. Dit zijn de meterstanden. Dit telt hoeveel druppels of hoeveel liters naar het zwembad zelf gaat. Dus één keer in de jaar wordt het gemeten, of sorry, drie keer in de week wordt het gemeten. En vanuit daaruit kunnen wij zien, verbruikt dit zwembad te veel water of niet. Deze grote blauwe ton, dat is de filterbak. En deze regelt ervoor dat hij schoon water stuurt naar het zwembad zelf. Je hebt binnen hier heb je heel veel zand, dat houdt de vuil tegen. En je hebt verwarmingspalen. Dat zorgt ervoor dat de vuil in het water doodgaat. Nou, dit is de kast van de machinekamer. En deze doet precies hetzelfde als de kast boven. Die controleert of alles hier zijn werk doet. Mocht dat niet het geval zijn, dan geeft die storing aan. Nou, rood. Als een rood lampje brandt, dan betekent dat? Het gaat niet goed. Brandt er een groen lampje, is er niks aan de hand. Nou, als het goed is, heeft elk zwembad een rioolput. En wat houdt de rioolput in? Al het vuile water stuurt hij door naar de riool. En hoe doen we dat? Heb je twee van die grote pompen? Nou, op een gegeven moment als het water een beetje hoog wordt in de put, dan gaan die pompen ervoor zorgen dat het vuile water doorgaat naar de riool. Hier ligt al het schone water. Op een gegeven moment wanneer het zwembad water nodig heeft, dan pakt hij het vanuit hier. Zie je? Hoeveel is dit alleen het water of is het tot en met hier? Zo. Het gaat vanuit hier helemaal naar daar. En vanuit hier helemaal naar daar. Juist. Helemaal naar daar. Klopt. En op een gegeven moment wanneer dit leeg is, dan geeft hij dat aan en dan pakt hij vanuit centrale water, vult hij zich weer. Dus net zoals je thuis je kraantje aandoet, zo doet hij hem aan. Dus alles is eigenlijk automatisch? Alles is automatisch. En wanneer er wat fout gaat, dan geeft hij dat aan. Dit zijn de wedstrijdlijnen. Als er een wedstrijd wordt gehouden, bijvoorbeeld schoolkampioenschap of andere dingen, dan gaan die lijnen door naar boven en dan worden ze in het bad gebracht. Nou, zoals je ziet, elk bad heeft zijn eigen motor. Deze motor is van de glijbaanbad. Op een gegeven moment wanneer wij boven een knopje draaien van glijbaan aan, dan gaat hij aan en wat doet hij? Hij stuurt heel veel water door naar boven, naar het glijbaan. En dan kunnen de kinderen van de glijbaan af. Waar zijn we nu? Waar we nu zijn is technische ruimte. En wat houdt technische ruimte in? Technische ruimte houdt in dat de luchttemperatuur geregeld wordt. Nou, als je ziet, deze hele grote buizen zitten enorme filters in. En die regelen ervoor dat er warme lucht doorgaat naar het zwembad. En via daar, kom maar deze kant op. Zie je die zwarte buis? Dat gaat naar het zwembad. Dus dat regelt ervoor dat de warme lucht doorgaat naar het zwembad. Ja, en deze dingen, dit zijn de kachels. En iedere kachel heeft zo'n temperatuur. En deze geeft ook weer aan of er storingen zijn. Dus alles wordt continu gecontroleerd.
Zowel door de mensen, dus door ons, als door de machines zelf. Dus hun doen de werk en zij controleren of hun de werk doen. Bedankt voor het interview en tot de andere keer dan maar. Graag gedaan, tot de andere keer dan maar. Salam alaikum. Ik heet Selfie. Ik zit in groep 8 en we zijn naar kamp gegaan. En daarover hebben we een filmpje gemaakt. Op kamp. Wiyo! Mijn haar is gevallen! Bitten! Selfie! Mehtab! Zeynep! Rueda! Rumeysa! Einde! We moeten wachten op de juf. Kom gewoon, anders moeten we lang wachten. Ja, onze juf loopt zo sloom als een schildpad. Kom gewoon, sprintje trekken. Wat een lange rij. Kom, we gaan voordringen. We zagen de klas niet bij de ingang. Deze jongens hebben voorgepiept. Is dat waar, jongens? Ja. Jullie hebben 15 minuten straf. Dus op de bank zitten. In groep 7 kwamen Abdullah en Zubeyna Aghzali. In het begin deden Ahmed en Amir stoer, met een klik. Ze zeiden van, wie zijn deze nieuwe boys? Toen kregen Abdullah en Zubeyna de naam New Boys. Later die maand werden New Boys vrienden met Ahmed en Amir in de klas. En steeds groeide de vriendschap. Welkom in Spangen, de wijk waarin ik leef. Iedereen groet elkaar, hier is iedereen beleefd. Salaam alaikum, vaka, hoe gaat het? In 2012 ging de klas op kamp. Ahmed en Abdullah dachten, waar is de rest van onze klik? Tussen haakjes Amir en Zubair. In die tussentijd waren Amir en Zubair nog steeds in bed. Uiteindelijk was het kamp voorbij. Het was heel erg leuk. Maar jammer dat de nieuwe en de oude boy er niet waren. Ze namen afscheid van elkaar. En zo eindigde de klik van de vier vrienden. The end. Movistar. Welkom allemaal bij de show. Wij zijn de Movistars en dit is onze Eid Musical. We zitten in groep 8. Een afscheid hadden we niet verwacht. Iedereen heeft nu pech, dat we gaan nu ons eigen weg. Iedereen heeft dit jaar hard gewerkt. Aan onze CITO hadden we dat al gemerkt. Veel plezier op jullie nieuwe school. Dit jaar hadden we heel veel lol. Dank jullie wel voor jullie. Zo, die CITO doet het echt moeilijk, man. Echt jammer dat we nu weg moeten. Maar ik ga Al-Ghazali school wel echt missen. Ik ben Piet van der Hoeven van reisbureau Weren. Oké, wat doet hij hier op reisbureau? Ik probeer reizen te verkopen aan mensen.
En als ze dan op vakantie willen, dan probeer ik ze te helpen, zodat ze hopelijk een goede vakantie kunnen krijgen. Oké, hoeveel mensen gaan er op reis als u dat weet? Ik denk per jaar ongeveer een 600, 700 mensen. Oké, dat zijn er veel. Weet u welke landen, zijn er populair? Op het ogenblik is dat sinds een paar jaar is dat Turkije. En eigenlijk, zeker nu dat het zo slecht weer is, de landen waar de zon schijnt en waar het niet regent. Oké. En vindt u op de reisbureau leuk om te werken? Ik doe het al bijna 40 jaar. Dus als dat niet leuk geweest, dan had ik het niet zo lang volhouden. Dus ik vind het nog steeds erg leuk. Oké. Dus u vindt, toen u klein was, wou u iets anders worden of iets, gewoon een reisbureau? Nou, als elke jongen wilde je graag voetballer worden, maar ja, dat is dus niet gelukt. Maar aangezien ik het als kleine jongen al leuk vond om overal naartoe te gaan, als op een fiets ging ik gewoon stiekem naar Scheveningen, ging ik fietsen. Ik vond het leuk om altijd weg te gaan, dus ja, ik heb het altijd leuk gevonden. Ja, oké. Okay. En... Oh jee, ik moet over. Heeft u nog leuke tips over de vakantie? Tuurlijk, voor met kinderen zoals jullie. Heel leuk hotel waar je lekker kunt eten en slapen. En vooral een hotel met heel veel zwembaden, met heel veel glijbanen en zoiets. Waar je echt je zwembroek mee kapot gaat. En zo. Dat zijn leuke tips voor kinderen. Oké. Bedankt voor de interview. Graag gedaan en succes. Dank je. Hallo, ik ben Sabrina, ik zit in groep 6. En wat ik eigenlijk wil vertellen is dat ik mijn vriendinnen allemaal het leukst van de klas vind. En dat is ook wel grappig, maar ze zijn wel mijn beste vriendinnen. Dat is alles. Doei! Hallo, ik ben Farid en mijn leukste schoolherinnering is toen ik voor het eerst op deze school kwam. Het was een leuke dag, maar het was voor mij wel een beetje spannend. Ik dacht, huh? Wie zijn deze mensen allemaal? Maar nu ik in groep 4 zit, weet ik alles en heb ik nieuwe vrienden. Nee. Ik vind het heel leuk, omdat het is lekker sportief. Ik heet Serhat en mijn leukste herinnering was in het schoolreisje. Hallo, ik ben Badr en mijn leukste herinnering was op schoolreis. Want daar waren een hele grote glijbaan. Hallo, ik was vandaag naar het schoolreis gegaan. Hoe gaat het? Was heel leuk vandaag. Mijn leukste schooljaar is rekenen en gymmen. Ik ben met mijn vriendinnen op schoolreis geweest en toen gingen we in een glijbaan en toen had ik pijn gekregen. En ik had ook met mijn vrienden in het spookhuis en toen gingen we weer weg. Ik ben op schoolreis geweest en dat vind ik heel leuk. Ik ben naar Piratenland geweest en dat was heel leuk. En ik ging in een superharde glijbaan en dat was ook heel leuk. Dat is mijn leukste herinnering. Anna en ik zit in groep 8. Mijn leukste herinnering is dat ik op kamp was en ja... Dat was het. Doei. Ik ken die leuk de school. Ik ben Arife. Ik ging naar de schoolreis Kids City en dat was een leuke herinnering. Wat doet u hier? Wil je me schoonmaken? Hoe komen jullie aan?
schoolbeveiling. Waar is dat? Naastwijk, Westland. Klaar. En dan afknip een beetje. Oké. Okay. En dan pakken. Ja, leuk. Heeft u een opleiding hiervoor gedaan? Opleiding? Ja, ik heb kijken leren. Ik heb geen school, maar ik 23 jaar werk in bloemenwinkel. Wat doen we hier vandaag? Vandaag hebben we orkest gehad, maar het is nu afgelopen en ja, het was heel mooi. Wat voor instrument speel je? Gitaar. Vind je dat instrument heel leuk? Ja. En wat gaan jullie zondag doen? We gaan naar een hele grote orkest in Schouwburg en ja, de burgemeester gaat ook kijken. Oh, leuk. En krijgen jullie misschien ook een tractatie of zo van de burgemeester? Ja, misschien. Oké, en dankjewel voor het interview. Alsjeblieft. Wat doen jullie hier vandaag? Gitaar leren spelen. En wat gaan jullie zondag doen? Een heel groot orkest spelen. Wie komt er dan? Gitaristen, vioolspeler, gewoon allemaal soorten instrumenten en mensen. En ben je zenuwachtig? Een beetje. Instrument bespeel je? Gitaar. Vind je die instrument leuk? Ja, en zelfs heel veel. Wat vind je er zo leuk aan? Dat snaren heeft en het gewoon leuk. Oké, dankjewel voor het interview en een fijne dag. Dankjewel, jij ook. Wie komen er allemaal? Burgemeester Abu Talib. Ben je zenuwachtig? Ja. Waarom ben je zenuwachtig? Gewoon, er zijn heel veel mensen daar.
Ik ben Jasmina van CVT. En wie bent u? Ik ben Leni Hoogland. Wat vindt u ervan dat de plein wordt weggehaald? Ja, vind ik heel erg. Vind ik heel erg. Ik woon al 44 jaar op deze plek. Zo lang woon ik al op Staringplein. Dus ik vind het heel erg als ik weg moet. Ik heb het reuze naar mijn zin. De woning is heel erg goed. Dus ja, het is heel erg voor ons. Ik vind het natuurlijk heel erg fijn. En zoals je gezien hebt, we hebben dan die hele ruime muziekkamer. Wij noemen het dan studiekamer, zeg maar. Daar kan ik dus oefenen op de accordeon en op het orgel. Daarom vinden we het ook zo erg om te verhuizen. Want die ruimte denk ik dat ik nergens anders meer terugkrijg. En wij zeggen, dit zijn goede woningen, dus waarom zouden we gaan slopen? De woningen zijn gewoon hartstikke goed. Dus, en dat is iets wat wij niet begrijpen. Gaan jullie verhuizen of blijven jullie gewoon wonen bij de nieuwe woning? Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Ik weet helemaal nog niet hoe dat gaat lopen. Of ik weet niet of ik hier terug mag komen. Ik weet niet of ik hier ergens anders kan wonen. Ik bedoel, dat weet ik allemaal nog niet. Mahmoudjan en we staan hier op de studio van Danceworks. Ding ding! We gaan de artistieke leider interviewen. Ik ben die directeur, de artistieke leider van onze organisatie. En ik vind het ontzettend leuk om hier te werken, eigenlijk. Deze gezelschap bestaat bijna 40 jaar. Wat is een artistiek directeur? Ik ben hier verbonden als directeur en choreograaf. Dus mijn taak is voor al die artistiek inhoudelijk. Ik moet dat verzorgen, zeg maar. Dus we maken hier dansvoorstellingen. Dit is mijn taak om te verzorgen dat de dansvoorstellingen zijn van een hoog artistiek kwaliteit. En als choreograaf, mijn taak is om de choreografies, de stukken te maken. Dus mensen te begeleiden en dansers op te leiden en ja, goede dingen naar het theatercircuit te brengen. We toeren heel vaak naar het buitenland en door Nederland. We zijn net terug vanuit Noord-Amerika, dus we waren in Canada en de Verenigde Staten. Wat voor stijl dansen jullie? Het heet moderne dans of hedendaagse dans. Dus dat betekent dat we treden op, ja, zonder balletschoenen bijvoorbeeld. En ja, het is een beetje gek, een beetje meer theatraal dan een soort standaard ballet of zoiets. Rotterdam is eigenlijk heel rijk in dansgezelschappen. Er is Scapino Ballet, en dat is meer een soort neoclassiek dansgezelschap. Heel anders dan wat wij doen, maar ook heel mooi. Hiernaast zit onze buurde, en dat is Connie Jansen danst. En dat is echt meer vanuit die moderne danstraditie. Wij zijn iets ruwer. Dus onze werk is meer verbonden aan, zal ik zeggen, urban arts, parkour, hip-hop. Dat verwerven wij meer in onze werk. Hebben we 13 dansers in dienst. En nu hebben we deze seizoen 6. Dus dan volgende seizoen wordt het wat meer. De grootste vijand ben jezelf. Boksen is heel zwaar. Weet je dat? Het is heel fysiek heel zwaar, maar het is ook mentaal vraagt heel veel van je. Dus soms kom je met je eigen woede en je moet gewoon al die uitdagingen kunnen overheen. Zoals dit. Dus. Ja, precies. We werken aan de boksvoorstelling. Die is in première gegaan in januari, maar nu doen wij de tournee door Nederland en we doen dat ook voor de parade. De parade is een soort festival die plaatsvindt in Rotterdam en Amsterdam en Utrecht. Dus dat wordt straks eind juni in Rotterdam weer. Want we beginnen over moderne dans leren en dat is eigenlijk dans.
en muziek en alles erbij zitten. Boksen en hiphop, dat je je gevoelens kan uiten en dat je geen schaamte kent. De Gastvrienden-TV! Ik ben directeur van deze school. Waarom heeft u voor dit beroep gekozen? Omdat ik heel veel van kinderen hou en heel lang in het onderwijs gewerkt heb. Hoeveel jaar werkt u al op deze school? Als directeur werk ik hier al 12 jaar. Wat vindt u het leukste hier op school? Om alles voor de school te organiseren. Oké, dank u wel. Dit was mijn interview. Graag gedaan hoor.